kunt u natuurlijk wel de vraag stellen van, hebben kinderen behoefte aan nieuws? Wij denken uiteraard van wel. Waarom? Kinderen willen exploreren. Hun wereld is ook heel groot geworden en ze willen die wereld begrijpen. Jullie zijn allemaal heel jong, zie ik. Maar toen ik klein was, kon je me eigenlijk nog bij nieuws weghouden. Wij hadden geen smartphones, wij hadden geen tablets, wij hadden nog geen computer. Met andere woorden, wij kregen het nieuws eigenlijk binnen door de tv als die opstond en als er een krant in huis is, konden we ook iets lezen. Nu worden ze eigenlijk langs alle kanten overstelpt met nieuws. Ze zijn actief op de sociale media, ze kunnen allemaal met de computer werken, ze zitten in de auto en horen het radionieuws. Met andere woorden, ze pikken het toch op. Dus dan kan je het maar beter goed op hun maat brengen. Het is ook heel belangrijk voor ons om kinderen serieus te nemen. Kinderen zijn niet dom, dus het is heel belangrijk dat we kinderen ook niet dom houden. Ze gaan ook zelf op zoek, hè. Kinderen, als er iets gebeurt en ze beginnen te googlen, dan komen ze op sites terecht waar ze beelden zien, waar ze foto's zien over moeilijke nieuwsfeiten die eigenlijk niet voor hun ogen bestemd is. En dan slaat hun fantasie op hol en dan krijgen ze angst. Ons grote principe is, geen enkel onderwerp is taboe. Geen enkel onderwerp hebben wij zoiets van, want dat brengen we niet. Wij brengen eigenlijk alles, maar het is de manier waarop je het brengt. Een goed voorbeeld daarvan is eigenlijk saai nieuws. Hoe pak je saai nieuws aan? Want nieuws is dikwijls saai, hè? Ik zit er van 's morgens tot 's avonds in en ik vind het soms ook saai. Maar hoe maak je dat dan aantrekkelijk? Dat doen we eigenlijk door dat nieuws in weetjesvorm te brengen. Bijvoorbeeld, ik ga jullie een heel goed voorbeeld laten zien. Angela Merkel wint de verkiezingen in Duitsland. Verkiezingen saai, Duitsland niet het meest boeiende, Angela Merkel ook niet de meest flitsende figuur. Dit is de manier waarop wij dat... Angela Merkel heeft de verkiezingen in Duitsland gewonnen. Haar partij, de CDU, kreeg de meeste stemmen. Dat betekent dat Merkel opnieuw bondskanselier van Duitsland wordt. Ze mag het land dus nog eens 4 jaar leiden. Maar wie is Angela Merkel eigenlijk? Enkele opmerkelijke weetjes. Het is al de 4e keer op rij dat Merkel de verkiezingen wint. Ze is dus al 12 jaar lang leider van Duitsland en dat maakt haar heel machtig. Daarom is ze ook al 10 keer verkozen tot machtigste vrouw ter wereld. Merkel is 63 jaar oud, ze heeft geen kinderen. Toch is haar bijnaam Mutti, het Duitse woord voor mama. Veel mensen zien Angela Merkel dan ook als de moeder van Duitsland. Haar hobby's zijn voetbal kijken, tuinieren en pruimentaart bakken. Wat onthouden kinderen hiervan? Dat ze pruimentaart bakt, dat ze geen kinderen heeft, dat ze voetbal kijkt, maar ook dat ze de machtigste vrouw van Europa is, zelfs van de wereld, en dat ze bondskanselier is van Duitsland. Dus onze opdracht is geslaagd. Wij hebben kinderen kunnen uitleggen wie Angela Merkel is. Naast dat saaie nieuws is er ook het harde nieuws. Het harde nieuws is eigenlijk het moeilijkste om te brengen, omdat je daar eigenlijk met heel veel rekening moet houden. Ik heb de karweït die gemaakt is naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 meegebracht. Ik ga jullie die laten zien en ik ga intussen tijd stoppen om jullie uit te leggen hoe wij dat aanpakken. Ik denk dat daar voor jullie in klasverband, als jullie met kinderen over actualiteit praten, ook wel heel wat tips in zitten. Los van het feit dat jullie ook altijd naar karweït kunnen kijken, natuurlijk. Rond 8 uur vanmorgen is er in de luchthaven van Zaventem een zware aanslag gebeurd. In de vertrekhal waren er 2 ontploffingen. Daarbij zijn er zeker 14 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De vertrekhal is helemaal vernield. Ramen zijn kapot en stukken van het plafond zijn naar beneden gekomen. Hulpdiensten en ambulances kwamen heel snel ter plaatse om de mensen te helpen. Familieleden komen de eerste mensen ophalen en dat is een blij weerzien. Dit was het eerste stuk van die uitzending en wat doen we daar? En dat is iets wat voor kinderen heel belangrijk is en op die manier brengen we hard nieuws altijd. Wij vertellen kinderen de waarheid zonder details te geven. Wij leggen uit wat er gebeurd is, ook hoeveel doden er zijn, dat hebben ze toch al op de radio gehoord. Maar wij leggen ook de nadruk op de mensen die gered zijn. De mensen die familie terugzien en vooral op de hulpverlening die heel snel op gang kwam. Op die manier geef je hen wel de feiten mee, maar stel je hen ook voor een klein stukje toch wel gerust. Wow.
Eerste minister Charles Michel is geschrokken door wat er gebeurd is. Dat vertelde hij vanmorgen op een persconferentie. We zijn bewust dat we met een tragisch moment geconfronteerd zijn. En ik wil in deze moment een oproep lanceren om rustig te blijven zoveel mogelijk, maar ook om solidair te blijven, om eens te blijven in deze moeilijke omstandigheden. Onze eerste gedachten gaan natuurlijk voor de slachtoffers en de families van de slachtoffers. Onze gedachten gaan ook voor de mensen die vandaag en nu nog zonder nieuws zijn van hun naasten. Wat we hier doen is eigenlijk laten zien dat heel de wereld, de baas van ons land, Charles Michel, die aanslag veroordeelt. Met andere woorden, het is niet normaal. Kinderen weten ook wel dat dat niet normaal is. Maar het feit dat ze de premier horen zeggen dat hij het veroordeelt, dat hij meeleeft met de slachtoffers, zorgt weer een stukje voor geruststelling. Ik heb het gevoel dat deze week of vandaag nog een aanslag ergens kan gebeuren. Ik had een beetje bang, maar ik weet wel dat we hier veilig zijn. Dus. De deuren zijn van de school dicht, dus niemand kan hier zomaar binnen. En dat geeft mij een goed gevoel. Ik heb eigenlijk ook een vraag. Heb je een vraag? Stel maar. Hoe kunnen ze dan binnenkomen in Zaventem, in de luchthaven? Want dat is toch zwaar beveiligd? Ja, dat is nu eigenlijk de vraag die ook een beetje gesteld wordt nu. Hè. En hopelijk vinden ze daar ook een antwoord op. En kunnen ze dan wel zorgen dat het niet meer gebeurt. Hier luisteren we eigenlijk naar de vragen van kinderen, naar de mening van kinderen. Kinderen die 's avonds thuis naar Karrewiet kijken, of als jullie dat de volgende ochtend in de les gebruiken, horen en voelen dat kinderen dezelfde vragen hebben dan zij. Zij kunnen die vragen stellen, ze kunnen zich identificeren en ze kunnen die vragen beantwoorden. En dan, zeer belangrijk ook, en eigenlijk in deze het belangrijkste, vragen wij nog hoe kinderen om moeten gaan met die angsten. Misschien ben jij geschrokken of trist door al dat harde nieuws vandaag. En heb je een heleboel vragen hierbij. Karrewiet trok met een aantal van die vragen naar kinderpsychologe Sarah Bal. Waarom is dit zo overweldigend? Het is overweldigend omdat het zo dicht bij ons gebeurt. In heel veel landen zijn er geregeld aanslagen. Maar nu is het eigenlijk een van de eerste keren dat wij dat zo sterk en dicht meemaken. En daar word je bang van. Is het normaal dat ik bang ben? Het is normaal dat je bang bent en dat je hiervan schrikt. Dat doet iedereen, alle kinderen, maar ook alle volwassenen schrikken hier heel erg van. Maar je moet weten dat alle volwassen mensen, de regering, de politie, iedereen zorgt heel goed voor ons nu en gaat heel goed proberen dat het niet meer gaat gebeuren. Hoe moet ik hiermee omgaan? Ik denk dat het goed is om erover te praten samen. Hè, en, maar praat ook met je ouders, met volwassenen, met de leerkrachten van de school. En zorg dat je de goede informatie krijgt. Dus maak elkaar niet nog banger dan het nodig is. Hè, want we gaan dit overwinnen en we gaan hier doorkomen. En dat is het belangrijkste. Dat is de boodschap waar wij kinderen dan mee naar bed sturen. We hopen dat ze dan gerustgesteld zijn. Hard nieuws samengevat. Het is heel belangrijk om feiten te brengen. De waarheid zonder details. Ook de waarom-vraag te beantwoorden. Je kan die ook niet altijd beantwoorden. De schietpartij 2 weken geleden in Las Vegas, waarbij 1 man 100 mensen doodschiet en nog 500-600 mensen verwond. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat kan je eigenlijk moeilijk beantwoorden. Dat zeggen we dan ook, van we hebben niet op alles een antwoord. Maar wat we er dan wel bij zeggen, is dat de politie het onderzoekt. De reacties van de wereldleiders, hè. Ze veroordelen het, dus het is niet normaal. Ook zij veroordelen dit geweld. Met kinderen in klasgesprek gaan, luisteren naar hun mening, naar hun vragen. En dan hun vragen laten beantwoorden door iemand die gerust stelt. Sarah Bal heeft het ook gezegd, het is uitzonderlijk, maar wat wij nooit zullen zeggen is dat het nooit meer zal gebeuren. Een paar jaar geleden konden we dan misschien nog zeggen, nu is dat de kinderen eigenlijk iets wijs maken. Dus dat doen we niet. De sleutelwoorden zijn waarheid en hoop. Dat zit altijd in ons achterhoofd. Als we een karrewiet maken met moeilijk nieuws. We vertellen de waarheid, maar we geven een hoopvolle boodschap.